We hebben hier vandaag ook een magisch instrument staan, een glasorgel. Het is het glasorgel van Rogier Kappers. Hij is dé glazendraaier van ons land. Rogier Kappers macht ja auch keine normale Musik, sie machen Musik mit Gläsern. Wie sind Sie darauf gekommen? Als ich sehr jung war, 10 Jahre oder so, habe ich das im Fernsehen gesehen und das ist mir immer beigeblieben. Paul, laat eens jouw handen zien. Voor een glazen draaier, zijn dit goede handen? Nou, dat zou zomaar kunnen. En dan, ja, vinger. Oh, nou, kijk. Dan wordt het iets minder. Ik geef ook les.